Nu ik hier voor de 9e keer zo voor de camera zit om ja, iets te vertellen over wat ons afgelopen jaar heeft bezighouden en waar we volgend jaar naar kunnen kijken, lijkt het erop of het jaar als een speer is voorbijgevlogen. Voor mij lijkt het nog steeds of het vorige week was in plaats van alweer een aantal maanden verder. Weer een bewogen jaar in Pekela. De discussie over de bruggen gaat maar door, maar er is ook een positief lichtpunt. De participatie is begonnen en we hopen zo halverwege 2024 met elkaar duidelijk te hebben. En dan kunnen we echt aan de gang. Wel mooi is dat ze allemaal zijn schoongemaakt en het dorp er weer mooi bij ligt. Is er dan verder niks anders gebeurd? Jawel. De gemeenteraad heeft keihard gewerkt. Er zijn heel veel nieuwe beleidsstukken gemaakt. Een nieuw gezondheidsbeleid. Er is groen en watervisie is vastgesteld. Ons nieuwe duurzaamheidsbeleid. Dus er is echt heel hard gewerkt. Voor 2024 staan er nog een heleboel zaken op de rol. Zo willen we aan de gang in Nieuwe Pekela om samen met u als inwoners een mooie nieuwe visie te maken waar we met Nieuwe Pekela naartoe willen. Waar willen we wonen? Waar willen we werken? Waar willen we verblijven? En tot slot, ik wil iedereen oproepen om nog even op onze site, maar ook desnoods op de sociale media te kijken naar onze omgevingsvisie. Het eigenwijze kleine Pekela heeft geen dik document geschreven, maar denk ik een heel helder filmpje gemaakt om te laten zien waar we met Pekela naartoe willen. Ik wens iedereen voor 2024 heel veel gezondheid toe en een mooi leven. En kijk nog af en toe even terug en veel helder en zeker voor 2024.